Uh, aan alle kanten uh, regent het nu veroordelingen, ook van de secretaris-generaal van de NAVO. Die uh, zegt dat uh, Rusland laat zijn uh, vrede gezicht zien. Hoe zeker is het nu dat de Russen hierachter zitten? Ja, zeker is het niet tot we echt bewijzen, maar er zijn wel twee dingen die daarop wijzen. Mm. Het eerste is de vernietiging zelf. Ik heb het even nagevraagd bij de genisten van de landmacht hoe je dit doet. Mm. Dan praat je echt over een operatie die je moet voorbereiden. Die doe je niet zomaar, die oh. moet je voorbereiden. Hier heb je echt heel veel springstof voor nodig. Dat breng je vooral aan aan de kant van waar de waterdruk staat. Want als je daar een gat slaat... Is die dam ook gelijk weg? Ja. Maar dan praat je wel over niet honderden, maar soms duizenden kilo's aan explosieven die je daarvoor nodig hebt. Dus dat is geen verdwaalde granaat uit Oekraïne die deze dam even een stuk maakt. Nee, dus het narratief van de Russen dat ze een paar raketwerpers hebben gezien, dat, dat verhaal kunnen we naar het Rijk der fabelen verwijzen. Ja, ja. erg dus, onwaarschijnlijk. Juist, en de Russen hadden die dam natuurlijk onder controle. Zelensky Zeker. waarschuwde daar al vanaf oktober ja. voor. En het waterpeil steeg de afgelopen tijd, sinds april. Zeker, ja. En we weten dat uh, beneden strooms, naar het oosten van Gerson... dat gebied is heel belangrijk, dat ligt ook laag... maar dat kun je wel gebruiken als springplank, wij noemen dan bruggenhoofd hm. naar de Krim, als je naar het zuiden gaat, of naar het oosten, naar Melitopol. Belangrijk knooppunt, wat in, eigenlijk midden in de avondlijnen ligt... vanuit Rusland naar de Krim. En wat wij denken, een van de mogelijke doelen voor het offensief. Juist. Uh, keerzijde is wel dat de Krim nu is afgesloten van zoet water. Ja, maar als je zo'n actie voorbereidt, dan zul je dat waarschijnlijk ook wel hebben voorbereid. Dat je even wat minder zoet water hebt op de Krim. Dat is dan een prijs die je ervoor betaalt. En in strategisch opzicht, zo'n dam kan je maar één keer opblazen. Dus ja. dat dreigement heb je dan nu uitgevoerd en kun je niet opnieuw inzetten? Uh, nee, en als het waterpeil gaat zakken, of enkele dagen week, en weken, dan weten we ook niet wat daarvan de effecten zijn op de operatie. Het is meer een korte termijn effect dan een lange termijn. Effect. En als mensen denken, wij hebben ook wel eens onze linies doorgestuurd.